Wat heb ik je nou gezegd? Blijf van dat mes af. Als je 7 bent, krijg je er zelf een. Voor die tijd wil ik geen mes in jouw handen zien. Doe heel voorzichtig. Een zakmes is niet gevaarlijk. Dat moet zakmes niet meer horen. Auw! Zie je nou hoe gevaarlijk zo'n mes is? Jij deed het. Wie zit er hier met een zakmes te spelen? Ik ben heel voorzichtig. Ik bloed. Dat bedoel ik nou. Wacht, ik pak een pleister. Doet het erg pijn? Klein beetje. Klein pleistertje? Mees. Welkom allemaal in groep 3. Ik ben juffrouw Til. En... Zo, en wie ben jij? Mees juf. Mees wie? Mees Grobbe juf. Mees Grobbe, zo. Mees Grobbe komt de allereerste schooldag gewoon te laat. Mooi begin, Mees Grobbe. Nou, zoek maar snel een plekje. We gaan dit jaar heel hard werken met z'n allen. Ik ga jullie leren lezen als de allerbeste. Reken maar. Hebben jullie daar zin in? Ja! En schrijven, hebben jullie daar ook zin in? Ja! En rekenen, hebben jullie daar ook zin in? Ja! Dus we gaan flink ons best doen. Ja! In Flevoland spreekt een
No, she's not at home now. That's right. She is on tour. Yes. No. No, I'm afraid I have to disappoint you. Yeah. Tim gaat verhuizen. Dag, lieverd. Oh, no, my son is coming in. Yes, it's her son too. Mace, yeah. That's right. He must eat now. Thank you. Bye. Was hij op school? Leuk. Mooi zo. Tim gaat verhuizen. Ja. Mais non, monsieur. Non. Non, non. C'est trop tard maintenant. Mais non, monsieur. Non, c'est dommage. Hein? Oui. Oui, mais vous avez vous trompé. Ah, oui. Bon courage. Au revoir. Het is al de 37e vandaag. De hele wereld belt op om te zeggen dat je moeder zo mooi kan zingen. Mag ik even mama kijken? Moet dat nou echt? Tim gaat verhuizen? Waar gaat hij heen? Naar Flevoland. Ja? Nee, meneer. Nee, ze is niet thuis. Nee, we zijn helemaal alleen, mijn zoontje en ik. Ja. Ja, hoe fijn dat u even belde, hoor. Ja, daar. Zeggen dat ze fans zijn, maar weten niet dat mama in Parijs moet zingen. Je hoeft toch niet op te nemen? Nee, maar het kan mama zelf zijn, dat weet je nooit. Tim zegt dat hij naar een andere school gaat. En dat hij daar vreemde dingen leert, vreemde talen. Flevotaal. Flevotaal? Wat is dat nou weer voor onzin? Flevotaal bestaat niet. In Flevoland spreken ze geen vreemde talen. Dat zei mijn moeder ook. Ik ga toch mijn best doen op rekenen en schrijven. Ja, maar ik vond het wel een leuk idee van die vreemde talen. Misschien zijn er wel in Flevoland scholen waar je de taal van de dieren kunt leren. De taal van de poezen. Miauw. Miauw. De taal van de muizen. Piep, 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 piep. Of de taal van de krokodillen. De taal van de kippen. Tok, de kip zit in een hok, kok, 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 kok. Aan een boom zit een tok, 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 tok. En de juf is zo. Nee, wacht eens. De juf is ziek. De juf is zak. On boom zit on tok. De taal van de kippen. De taal van de koppen. De taal van de koppen. Is een mier een dier? Is een wier een dier? Is een haan een dier? Is de maan een dier? Als het goed is, hebben jullie deze zinnen nu in jullie schriftje geschreven. Is een vaas een dier? Is een haas?
Wat is dit, meneer Schrobbe? En wat is dit, meneer Tim? Hebben jullie soms weer elkaar afgekeken? Nee, hoor. Nou is het afgelopen. Tim, pak je spullen en ga daarvoor aan zitten bij mijn tafeltje. Dan kan ik je tenminste goed in de gaten houden. Nou, vooruit, schiet op. Weken en weken doe ik mijn best om jullie iets bij te brengen. En wat doen jullie? Flauwe kul uithalen. Psst, Mees. Psst, kom even. Komt uit een heel ver land. Afblijven. Heb ik van mijn buurman gekregen. Zomaar? Nee, omdat ik ga verhuizen. Ga je al? Ja, morgen. Morgen al? Ja, morgen heel vroeg. Mag ik eens? Nee. Alsjeblieft. Ja, dan maar. Als mijn vader me met dit mes zou zien. Nou gezegd. Niet van het schoolplein af. Hé, hey, wat doe je nou? Tim gaat verhuizen. Ja, zoiets heb je al eens gezegd. Gaat hij niet naar Flevoland? Ja. Ik dacht dat hij al lang weg was. Wat een stapels post, hè? Allemaal fanmail. Iedereen houdt van je moeder. Ik ook. Ik ook. Mag ik even mama kijken? Natuurlijk, lieverd. Ja.
begint vanavond in Hoogveen. Ja. Ja hoor. Dat zal ik doen. Ja. Ja. Dag meneer. Ik zoek dat liedje waar mijn mama een kusje geeft. Dat zit in dit lied. Laat maar staan. Is dat kusje echt voor mij? Alleen voor jou. Tim had een knoepert van een zakmes. Wie? Tim had een knoepert van een zakmes. Mees? Wat heb ik jou gezegd over zakmessen? Ben jij je nu aan het aankleden? Zware broek? Geef me op, zal ik hem even wassen. Nee, dat kan niet. Er is iets met die broek. Nee, toch? Een ongelukje? Nee, natuurlijk niet. Jawel, toch. Pap, ik moet je wat vertellen. Het hoeft niet, lieve schat. Stop jij die broek straks maar zelf in de wasmand. Dan merk ik niks. Dat beloof ik je. Tot zo. Morgenochtend vroeg. Good morning, sunshine. Bye-bye, good night. Good morning, sunshine. I'm feeling all right. Morning, krankzinnig vroeg. Dan ga je nog even buiten spelen. Goedemorgen, bent u al gewassen? Ja. Tanden gepoetst? Eerst ontbijten. Maar het is belangrijk. Moet je juist ontbijten. Nou, nou, my wife. Wat? Nee, mijn vrouw is vannacht om 3 uur thuisgekomen van een geslaagd optreden, mijn vrouw slaapt uit. Mag dat? Fijn zo. Dan laten we dan lekker slapen. Zal ik wat kaas melden op je eitje? Mees? Thank you.
Pas op! Lummel! Lummel, rap op! Giet op. Raap de spulletjes op. Jij vuile dief. Mees, je bent weer te laat. Juf. Zou je misschien zo beleefd kunnen zijn sorry te zeggen en zou je misschien uit kunnen leggen waarom je te laat bent? Juf, dit mes dat is van... Ook dat nog. Mees Grobbe, hoe vaak... Dat ik... is niet van mij. Niets mee te maken. Geef hier dat mes. Nee, dat kan niet. Dat is niet van mij. Dat is van Tim. Wat zei jij, Mees Grobbe? Zei jij nee, Mees Grobbe? Geef hier het mes. Weten jouw ouders dat je met zulke messen rondloopt? Nou dan. Komen ze op de oude avond? Mijn moeder niet. En je vader? Goed, dan zal ik het met hem bespreken. Tot zo lang gaat dit mes de la in. Het kan niet. Ik moet het mes hebben. Op de gang, jij. Ga jij maar eens even afkoelen, heet hoofd. En als je weer normaal kunt doen, dan kom je maar weer binnen. Wat zeg je? Nee, ik ben Tim niet. Tim is niet thuis. Hij is verhuisd. Vanmorgen. Naar Flevoland. Ja. Goed van tante Sylvie. Ja, dat kan ik wel onthouden. Dag. En waar heb jij gezeten? Nou, de juf... Waarom ben je zo krankzinnig laat? De juf pakte... Mama heeft op je gewacht tot ze werd opgebeld waar ze bleef. En vanochtend is ze extra vroeg opgestaan om je nog te kunnen zien, voor je naar school ging. Maar de vogel was al gevlogen. Zonder je te wassen, zonder je tanden te poetsen. Maar ik wou... Je hebt niet eens ontbeten. Maar ik wou... Je hebt niks gegeten. Ik wou je toch wat vertellen? Zomaar weg. Achter onze rug om weggeslopen. Ik snap het niet.
Is mama al wakker? Nee, lieverd, die moet nog een paar uur slapen. Het is weer vreselijk laat geworden vannacht. Dan met mama praten. Maak maar een tekening, dan geef ik die straks. En toen moest ik de groeten van tante Sylvie doen, maar ik weet helemaal niet waar Tim woont. Luister dan even. De juf gaat het zakmes aan papa geven en dan krijgen we weer ruzie. Jas aan, dat je moet naar school. Shit! Waarom gaat toch altijd alles mis in deze keuken? Ah. Schiet jij nou maar op. Leg ik weer. Ga nog even kijken of mama al wakker is. Mama gaat maar één weekje naar Schotland. Je mag toch wel één dagje school zien. Mees. Kijk, papa staat al klaar. Je moet naar school. Mees, opschieten, kom. We gaan met z'n drieën naar de dierentuin. Oh, ja, één. Nee, jij moet naar het vliegveld om 3 uur. En je moet ook inpakken. Mees, kom op. Hup. Ik heb je nog niet geschoren. Wordt steeds erger. Eduard? Ja, juf. Kom jij eens voor het bord? Eduard, waar is dat stripboek? Weet ik niet, juf. Doe jij je hand eens op je rug? Dank je wel, Eduard. Komen je ouders op de oude avond? Ja, juf. Mooi zo.
voor Tom. Ook op jongens. Ook gof wat droog dat moet. Ook bon je front mos. Drie handtekeningen. Heb je een envelopje? Natuurlijk, pak er maar een. Mag ik ook misschien een postzegel? Ja. Ja. Ga je die tekening naar mama sturen? Naar Schotland? Nee, ik speel postbodetje. Dan moet dit genoeg zijn. Eten staat al op. Maar ik ga postbodetje spelen. Dat is goed, maar we eten over een kwartiertje. Oké. Ik stop hem in de brievenbus een mond. Ik zou maar vast gaan wachten. Dag! Ik zou er maar dichtbij gaan staan. Mijn brief, die komt eraan. Paps! Ben je dan nog niet weg? Wat betekent retour afzender? Retour afzender. Dat betekent, ben jij nog steeds postkantoortje aan het spelen? Nou, postbodes die weten soms niet waar een brief naartoe moet. Dan brengen ze hem terug naar de mevrouw of de meneer die brief geschreven heeft. Retour betekent terug, afzender is die mevrouw of die meneer. Zijn postbodes dan zo dom? Nee, de mensen zijn zo dom. Die vergeten soms om op de envelop te schrijven waar die brief naartoe moet. Snap je? Oh ja. Dus als je niet precies weet waar iemand woont, kan je me ook geen brief sturen. Nee. Vind je dat gek? Nee. Hé, hey, we doen leuke spelletjes. Ik zie wat jij niet ziet.
Mees? Kom jij eens voor het bord? Doe jij je handen eens op je rug? En vertel jij mij nu maar eens hoeveel voelhorens de slak heeft? 4. Durend feest, de culturele driedaagse Flevoland. Met een helikopter kwam koningin Beatrix vanmorgen aan in Almere. In een koets gingen ze met z'n allen naar het centrum van de stad. En daar stonden duizenden mensen met vlaggetjes en toeters op hen te wachten. Morgen, zaterdag, opent Beatrix het grootste poppentheater van Europa. En daar zullen alle schoolkinderen van Flevoland bij aanwezig zijn. Tim! Papa? Ja? Ligt Flevoland in Nederland? Ja. Flevoland is een provincie van Nederland. En Almere dan? Almere is de hoofdstad van Flevoland. Kun je daar gewoon heen? We moeten er niet aan denken. Maar als je dat wil, kan dat, ja. Zo naar je juf. Help hem met boekenkasten. Oké. Om 12 uur ben ik weer terug. Waar ga je eigenlijk naartoe?
maar dat is niet genoeg, hoor. Neemt mij niet kwalijk, maar ik moet een trein halen. Ik wil je geen retourtje voor betalen. Ben je alleen hier? Weet je moeder eigenlijk wel dat je hier bent? Zegt u het maar. Enkeltje Maastricht, alstublieft. Jongetje. Hier is nog een plaatsje vrij. Op reis? Ja, mevrouw. Helemaal alleen? Ja. Ah, lust jij vast wel een lekker snoepje. Ja. Kijk eens. Lekker, hè? Ga jij vaak alleen op reis? Waar ga je naartoe? Naar Lelystad? Nee, naar Almere. Ik ook. Onze koningin komt vanmiddag in Almere. Ik ben dol op onze koningin. Ga jij ook naar onze koningin kijken? Ja, ook. En Tim zoeken. Tim zoeken? Ja, dat is mijn vriendje. Hij is verhuisd naar Almere. Hij woont daar al heel lang. Ik heb nog iets van hem. Dan ga ik hem terug. Wil je het zien? Ja, graag. Het is weg. Het mes van Tim is weg. Op het station laten liggen.
pakt ze het mes. Je vergist je, Mees. Het is ongeveer het slechtste wat je ooit gedaan hebt. Mijn zoon. Een ordinaire dief. Het ging niet expres. Ga je dan nog liegen ook? Nee, echt. De juf kwam langs en toen heb ik het snel in mijn zak gestoken. Wanneer is de juf hier langs geweest? Niet hier, maar voor school. Maar waarom heb je dat mes mee naar school genomen? Nee, ik niet. Tim. Tim? Hij had het gekregen. Gekregen? Van jou? Nee, van zijn buurman. Tim heeft mijn zakmes van zijn buurman gekregen? Oh, jouw zakmes. Nee, dat heb ik gepikt. Juist, gepikt. We zijn eruit. Goed. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat jij voor je 7e verjaardag absoluut geen zakmes krijgt. Je bent er duidelijk nog te klein voor. Ik ga nu maar naar je kamer. Ik schaamde me dood bij de juf vanochtend. En voorlopig heb je huisarrest. Huisarrest? Wat is dat? Dat je de deur niet uit mag. Kijk, kinderen, gisteren viel deze verrassing in onze brievenbus. Een brief. En van wie denken jullie? Van Tim? Weten jullie nog wie Tim is? Ja! Goed zo. En wat schrijft Tim? Tim schrijft dit. Cynthia, wil jij eens even hardop lezen wat hier staat? Dag allemaal. Dat is niet goed, juf. Er moet nog een huur tussen. Juist. Heel goed, Cynthia. Heel erg goed. Ga jij maar eens even door. Hoe gaat het met jullie? Dat is ook fout, juf, want er moet een huur tussen weer. Juist. Heel goed. Heel erg goed. Weet je wat ik denk, Cynthia? Ik denk dat die arme Tim op een hele slechte school zit. Kijk jullie maar eens even. De koningin was bij ons. Is fout. Ik heb hard gezongen. Hè? En dat moet een b zijn. We kregen een ballon en snoep. Nu weet ik niet meer. En dogmos, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Of weet jij soms wat dat betekent, Mees? Hoe zit het trouwens met dat mes? Dat ben ik kwijt. Dat wil ik wel geloven, ja. Heb je er nog over gepraat met je vader? En? Ik heb straf gehad. Huisarrest. Feit zo. Kunnen we niet een brief terugschrijven naar Tim? Nee, Eduard. Dat kan niet. Want Tim is zo dom geweest om niet op te schrijven waar hij nu woont. En hoe kun je nou naar iemand een brief sturen waarvan je niet weet waar hij woont? Wat zeg jij? Oh, ik zei dat als je een brief zonder adres schrijft, dat ik dan terugkomt en er staat een retour afzender op. Heel goed, Mees. Heel goed. Nou, ik kan wel merken dat jullie op een heel wat betere school zitten dan die arme Tim, hè? Het moet ook niet erger worden. Hoi, goed dat je er bent. Wil jij van mij 3 stokbroden halen? Zei de juf nog wat over dat mes? Ja, ze vroeg voor straf had gekregen. Wat zei je? Als dat ik de deur niet meer uitkwam. Huisarrest. Ja, dat zei ik. Nee, die is er niet. Ze zingt vanaf... Een jonge heer Grobbe aanwezig? Ja. In een Mees? Die is er wel, ja. Voor jou. Hallo, met Mees Grobbe. Met Holleberg van de Wezenmer Courant. Ja. Ik heb je mes gevonden. Ja. Op het station. Echt waar? Ja, ga je het maar halen. Heel graag. Leuk, hè? Tot
zo. Tot zo. Tot zo. Oh, 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 oh. Jij komt de deur niet meer uit, dat hebben we afgesproken. En die stokbroden dan? Het moet niet nog erger worden, hè? Meteen terug. Wezemer Courant. Wil je misschien een advertentie plaatsen? Nee, ik zoek iemand. Oh, zoekt u iets? Heeft u iets te koop? Een advertentie helpt een hoop. Nee, ik zoek meneer Hollander. Oh, dan moet je die deur door. Dat is de drukkerij van de krant. Er werken 3 meneeren en meneer Hollenberg is de mooiste. Kwartje. Maar wat wil je dan? Nee, ik heb niks te koop en ik zoek eigenlijk ook niks. Ja, dan hoef je ook geen advertentie te zetten. Ja, maar ik wil iemand iets teruggeven. Maar ik weet niet waar die woont. Oh, maar dan zoek je wel iets. Je zoekt iemand zijn adres. Nou, zeg maar hoe je het in de krant wilt hebben. Dat weet ik nog niet. Nou, weet je wat? Dan kom je terug als je het wel weet. Goed. Maar we gaan wel om 5 uur dicht. Ah, goed dat jij er bent, Mees. Wil jij even stokbroden snijden? Dan kan ik de fondue overkieten. Hier. Gaan we nou wel eten? Hé, hey, ik heb 3 verrassingen voor jou. 1. We eten kaasfondue. Wie vindt dat zo lekker? Mama. Ja? Wie zit er nu in bad, is terug uit Schotland en eet met ons mee? Ja, en wij gaan samen uit naar de Schouwburg. Wie denk je dat daar zingt? Mama! Snijd brood en zing 1 lied. Movimiento de la more. Ik moet er even weg. Wij hebben afgesproken dat jij de deur niet meer uitkwam. Maar mag ik toch nog wel even naar mijn kamer? Ja, zometeen hou jij even dat pannetje vast. Dan kan ik de fondue overgieten. Zo, ik ben zo terug.
Mees! Wat heb ik jou gezegd? Dat je de deur niet uit mag. Ik moet! Oh. Als je dan toch ongehoorzaam bent, wil je dan ook nog wat geraspte kaas halen? Via ons! Net op tijd. Kom erin. Dat is een mooie advertentie. Ik begrijp er helemaal niks van, maar dat is zeker de bedoeling, hè? Als jij het nou nog een keer rustig voorleest, schrijf ik het op. Voor Tom ook op jou mos ook grof wordt droog tot mot. Vol me op tot normaal zoffen, zoffen, dro, ocht, dro. Ook van je front, mos. Heel mooi. Nou, ik zal zorgen dat het morgen in de krant staat. Op een mooi plekje. Jongen, ik sta op knappen. Mees. Is dit de wezenkrant niet? Je kunt toch lezen? Het staat er. De wereld. De wereld, heel goed. Wij lezen De Wereld. En De Wereld lezen ze alleen in Nederland. En de Wezenkrant in Wezen. Nergens anders. Nergens anders. Ook niet in Gelderland. Ook niet in Gelderland, schat. Ook niet in Friesland. Nee. Flevoland. Mevrouw Probe beloonde haar enthousiaste publiek met wel 3 toegiften. Ga je mee een kopje thee drinken?
boeren en buitenlui. Komt binnen en aanschouwt het wonder. Koffie. Tada! Leuk. Koffie. Leuk, leuk, koffie. Hé, hey, moet je zien. Beetje meer enthousiasme. Nee, die is afgeknipt met die heggenschaar. Helemaal te gek, Kerstin. Hartstikke goed. En het applaus heb je echt verdiend. Toch vind ik het hartstikke knap. Wanneer komt je nieuwe CD? Het liedje helemaal zelf geschreven. Je wist het altijd te graag. Jij toch veel beter. Jij zingt veel mooier. Maar ja, ik heb mijn liedjes niet zelf geschreven. Maar zo'n klein meisje. Ze zingt hartstikke mooi. Lekker snel naar je plekje toe. Kan ik ook, makkie. Nou, probeer maar eens. Bluff, dat wil ik wel eens zien. Doe ik. Geniaal. Kopje koffie. Zo, jongens en meisjes. Wie wil meedoen aan ons programma 3x3 is 9? Ieder zingt zijn eigen lied. Die mag. Aanstaande woensdag, dat is de woensdag die er nu aankomt, naar het parochiehuis te Wezem komen. Dus aanstaande woensdag om 2 uur precies. Niet vroeg in maak maar eens een mooi liedje, word je ook beroemd. Daar is heel leuk zo. Doe ik. Grapje. Volgende week in een echt. Word ik net zo beroemd als mama. Nou, ik vind 1 beroemdheid wel genoeg in de familie. Oh. Ziet iedereen mijn opa en oma en de juf en de kinderen van school en... Hm? En? Ik ben een meisje van 10 jaar. Ik ben... Zes. Ik eet een bes, ik drink een fles, ik... heb al les, ik heb een mes van Tim. Mes van Tim, van Tom. Dat snapt alleen Tim, het, dat moest. Ik ben al 6. Tom, ik heb je mes. Ik heb iets van jou. Ik ben pas 6. Ik heb trommelles. Ik sla op mijn trom. Mijn stokken haast krom. Ik sla en ik sla, soms langzaam, soms vlug. Ik sla op mijn trommel, zijn buik en zijn rug. Ik ben pas 6 en ik heb trommelles. Ik sla op mijn stokken haast krom. Fantastisch. Kom, ik heb je mes. Ik heb iets van jou. Jij weet wel wat. Ik heb je geschreven.
Mees Grobben. Ja, dat zijn wij. Nee, het gaat om Mees. Kom. Ja, maar ik ben de vader. Moet hij eens luisteren, al was u zijn tante. Het is voor de kinderen. Nee, maar ik moet hem begeleiden op de accordeon. Moet hij eens luisteren, u bent gewoon te oud. Kom op, Jos. Ja, dat moet je. En te lelijk, ja hoor. Mees, man, ik ben zo trots op je. Ze wisten toch niet dat ik een zoon van mama was? Een zoon van je beroemde moeder? Nee, je hebt het helemaal zelf gedaan. Je hebt talent, dat is het. Je lijkt op mij. Wanneer ben je ook alweer jarig? Vrijdag. Kom op. Geen zak mis. Dat weet ik toch. Veel talent. Ik ga een liedje maken, ik weet wel hoe dat moet. Je moet gewoon wat rijmen en ik kan dat heel best. We hebben vandaag auditie gedaan. Doe maar. Ik ga een liedje maken, ik weet wel hoe dat moet. Hij komt volgende week op de televisie. Fijn. Zeker dat hij een prijs gaat winnen. Ook dat nog. Deze. Mesopotamië. Wat zie jij er feestelijk uit? Vera, ook heel feestelijk. Gelukkig nog net op tijd. Hè? Hallo. Hey, hallo. Ja, ja, we kennen elkaar, hè? Oude bekende, toch? Ik ben Bedboot, hè? Ja. Zeker weten. Hallo. Bed. Bedboot. Vera Grobben. Aha. Nou begrijp ik waarom Mees zo goed kan zingen. Leuk dat je er bent, Mees. Zeg, je moet namelijk als eerste op, dan vind je het toch niet vervelend, hè? Wel, nee. Ben je zenuwachtig? Nee, hè? Nou, zeg, willen jullie wat drinken? Koffie, bier, limo, Een kopje... Doe maar iets fris. Fris. Nou, pakken we dat iets lekker aan. Goed zo, jum. Dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik krijg net te horen dat we kunnen beginnen. Dus ik zou zeggen, kom je maar mee, loop je maar door. Ja, loop je best. Loop je maar, en een beetje tempo, want we zitten in de rechtstreekse uitzending. Dus laten we er een beetje vaart mee maken. Komt je maar, ja, loop je maar door. Kom maar. En als ik daar een roep, kom ik onmiddellijk naar het podium. Oké, okay, op dit opname 5 seconden. 2, 1, en Zalig kan uit. Start de muziek.
Opgelet voor de volkspot. Quebec. Oké, dat is één publiek. We hebben een twee van de plaatsen van de ruimte. Twee. Ja, en daar zijn we weer. Met 3 keer 3 is 9. Ieder zingt zijn eigen lied. Zo, dan is het nu tijd voor onze eerste kandidaat. En onze eerste kandidaat heet Mees Groben. Mees Groben en zijn trommel. Kom maar eens eventjes naar me toe, Mees. We zijn hier en thuis erg benieuwd wat jij gaat doen en hoe jij eruit ziet. Kom maar. Kom eens even lekker naast me staan. Zeg. Hoe kom je eigenlijk aan die trommel? Heb je die gevonden of heb je die gekocht? Van je zakcentjes of zo? Nee, die heb ik vorige week voor mijn verjaardag gekregen. Hoe oud ben je toen geworden? 7. 7? Doe maar zo, hè. Nou, Mees, ik zou zeggen, gooi alles eruit, want hier is Mees en zijn lied. Ik ga weer zingen dat ik 6 ben, want dat moet, dat rijmt. Nou. Kijk, jongens goud. Ik ben pas 6. Dom, ik heb je mes. Sla op mijn trom. Ik roep mijn vriend Dom. Ik heb je geschreven. Gezocht in de stad. Ik heb iets van jou. Jij weet wel wat. Zat in de trein. Ik stond in de krant. Ik kon je niet vinden. Dit is zo'n groot land. Waar woon je nu? Ik heb iets van jou, dat geef ik je terug. Waar woon je nu? Bel me toch vlug. Sla op mijn trom, mijn stokken haast krom. Ja hoor, heel mooi. Heb je heel fijn gedaan hoor, jongen. Ga maar weer lekker naar je plekje toe. En papi en mami, lopen maar. Wat een lekker knulletje. Dat was hartstikke leuk. Bedankt. Mees, wat zong je nou? Wat was dat voor een lied? Hallo. Je zong iets heel anders. Het was toch een heel ander lied? En wie stond? 3. Dans Mariekes. Applaus. Damn! Nee! Wat heb jij gedaan?
het Almere. Hier draait het om. Met jury. Mijn moeder helemaal van Braam. Dat kan je niet verstaan. Charmante assistente. Hij heeft hem op. Ik ben vlakbij. Wacht, ga je nog niet verstaan? Niet. Ja, wat dat hoort erbij. Jongens en meisjes. De eerste prijs is gewonnen door muziek. Door Mees Grobben en zijn trommel en zijn fantastische... Mees, kom eens eventjes naar me toe. Waar is de jongen? Waar is de joch? Almere is hier vlakbij. Mijn moeder is er ook steeds maar gebracht. Ik was pas ook in Almere toen ik al niet meer was. Het zit er niet uit. Wij willen Mees. Wij willen Mees. Hier is mijn kaartje. En wat zegt Mees? Pak het maar. Ah, daar ben je. Mees, je hebt die eerste prijs gewonnen. Waar was je nou? Je hebt gewonnen. Wij willen Mees. Wij willen Mees. Is het niet Tim? Ja, Tim. Kom jij in dat mis? Is mijn mis? Nee, is mijn mis. Heb ik van Mees gekregen. Ik was het vergeten. Heb jij mijn mes aan hem gegeven? Nee, kijk. Dit mes is veel dikker dan met jou. Jij zou toch niet zo? Die jongen dat lied zingen. Ja, schat. Oh, die mensen die dag, die hebben de eerste prijs voor. Ja, is dat geschreven. En daar is Mees Grobben alsnog. Kom maar snel naar me toe, want jij hebt recht op deze eerste prijs. Ieder zingt zijn eigen lied, maar Mees, die was er even niet. Maar nu is hij er wel. Zeg, hoe voel je je? Nee. Hartstikke fijn. Jongens en meisjes, mag ik nog één keer een warm applaus voor Mees Grobben en zijn trommel.